Voor mij is dat sowieso de overwinning in de Mr. Gay Europe in Noorwegen. Dat is ja, iets wat ik denk ik nooit ga vergeten. Ook een van de andere dingen is dat ik de OutTV Media Award heb gewonnen voor 2016. Dat is zo'n beetje een award voor zo de mediapersoonlijkheid van het jaar. Ja, er zijn zoveel dingen, zo de campagnes dat ik in mijn school heb mogen opstarten van de regenboogveters, dat docenten en studenten regenboogveters dragen in hun indoorschoenen. Dat ze zo een beetje de boodschap naar buiten brengen van sport voor alle campus. Ja, dat vind ik ook heel mooi, dat ze dat in mijn werkomgeving ook heel hard ondersteunen. Dus ja, het is moeilijk om één ding te kiezen, maar er zijn zoveel dingen waar ik al nu al mijn heel leuk gevoel naar op terugkijk. Door de meeste studenten wel heel goed. Natuurlijk zijn er altijd verdeelde reacties en studenten die vroegen van ja, waarom regenboogveters? Want het was eigenlijk de bedoeling dat ze een soort van uniform iets hadden voor hun indoorschoenen, omdat we een heel mooie sportcampus hebben en ze willen de vloeren willen ze behouden. En dan heel van ja, waarom regenboogveters? En maar dat is leuk, want dan kunnen we een beetje de conversatie openen waarom dat dan nog belangrijk is en waarom dat in de sport nog altijd zo lastig is. Dus ik vind dat goed, heel veel goede reacties ook. Okay? Heel veel die dat fantastisch vinden. Dus gemengd, maar vooral goed. You are always part of the team. Zorg ervoor dat iedereen zich welkom voelt op en rond het voetbalveld. Ik vind dat een heel goede campagne. Ik ben heel blij dat zo'n grote organisatie als de Koninklijke Voetbalbond dat mee ondersteunt. Ik vind het heel goed dat er tools worden aangereikt aan sportclubs die dat willen, die dat nodig hebben en dat ermee aan de slag kunnen. En ik ben ook blij dat ze mij als Mr. Gay daar ook een rol in geven als ambassadeur en als een beetje als rolmodel en aanspreekpunt voor mensen die daar vragen over hebben, over hun geaardheid, over coming out, over hoe gaat dat in zijn werk, welke reacties was dat bij u en hoe gaat dat bij mij zijn. Dus ik vind dat geweldig dat ze eindelijk een beetje de homofobie in het voetbal, dat ze daar mee aankaarten. Vooral op uitstraling. Ik vind het heel belangrijk dat iemand dat als Mr. Gay Belgium moet een natuurlijke, open uitstraling hebben. Ik noem het altijd iemand van het volk zijn, dus het mag niet iemand zijn dat ogen in een bol heeft. Het moet een vlotte prater zijn, moet enthousiast zijn, heel gemotiveerd. Dus dat is voor mij het belangrijkste, dat ze echt iets willen ondernemen en dat ze heel vlot en sympathiek eigenlijk overkomen. Ik denk eerst en vooral op mijn werk zijn het dan examens, dus dan kan ik me daar al op focussen. En we zullen wel zien wat er uit voortkomt. Er zijn al een paar projecten, gelijk het Heroes of Football project, dat ook verder loopt nadat ik Mr. Af ben. We zullen wel zien. Ik heb sowieso een job, ik heb genoeg dansopdrachten als lesgever ook.